Rens Vliegend Hart is geïnteresseerd in de rol van de media in politiek en samenleving. Zijn onderzoek speelt zich daarmee af op het snijvlak van communicatiewetenschap, politicologie en sociologie. Vliegend Hart toont overtuigend aan dat het gebruik van digitale technologie de analytische mogelijkheden van de sociale wetenschappen vergroot. Dames en heren, het zal u niet zijn ontgaan, en anders bent u er 3 minuten geleden aan herinnerd, dat er gisteren gemeenteraadsverkiezingen waren. Ik ga een hele andere kant op, maakt u zich geen zorgen. Ondanks de voorspellingen van een historisch dieptepunt qua opkomst, viel de uiteindelijke opkomst helemaal niet zo tegen. Meer dan 53% van de kiezers kwam naar de stembus. Bijna evenveel als 4 jaar geleden, en ruim meer dan de voorspellingen van alle marktonderzoeksbureaus van tevoren zeiden. Deze marktonderzoekbureaus waren dan ook druk bezig om te verklaren waarom zij ernaast hadden gezeten. Peter Kanne van TNS Nipo had hiervoor vanochtend een duidelijke verklaring. De massale berichtgeving over de verwachting van die lage opkomst had een schrik-effect gehad en daardoor waren mensen alsnog naar de stembus gegaan. Dit soort media-effecten is typisch iets waar ik mij in mijn onderzoek mee bezig hou. Vragen naar media-effecten en hoe media-inhoud, meningen, attitudes en politiek gedrag beïnvloeden staat centraal. Ik ben daarbij niet alleen geïnteresseerd in effecten op burgers en op kiezers, maar met name ook in effecten op politici. Bepalen media ook ten dele waar Kamerleden over debatteren in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, waar zij Kamervragen over stellen en waar uiteindelijk beleid over wordt gemaakt. En nog een stap verder, maakt het ook uit op welke manier media over die onderwerpen schrijven. Met name over dat laatste bestaat verrassend weinig onderzoek en dat terwijl wetenschappers, maar ook anderen, heel goed weten dat de manier waarop er over onderwerpen gesproken wordt, het frame dat daarbij gebruikt wordt, van groot belang is. En inderdaad, de manier waarop politici onderwerpen framen, wordt sterk beïnvloed door de manier waarop media dat doen. Dus, als zij bijvoorbeeld negatieve aspecten van integratie van minderheden benadrukken, zullen politici dat ook gaan doen. Geert Wilders, maar ook andere politici. En die effecten zijn niet in alle contexten gelijk, en in dat opzicht is mijn onderzoek ook grensverleggend. In een recente studie onderzocht ik samen met een Spaanse collega de aandacht voor negatieve economische ontwikkelingen in zowel Spaanse als Nederlandse kranten en in zowel het Spaanse als het Nederlandse parlement. Wat bleek? In Spanje zijn de effecten van media op politiek veel sterker. Politici volgen de krant die ideologisch gelijk aan henzelf is, in sterke mate in de manier waarop zij het onderwerp framen. In Nederland waren die effecten veel kleiner. De verklaring hiervoor ligt in de verschillen in het politieke en mediasysteem tussen beide landen. En dat is wat wij politiek parallelisme noemen. De mate waarop media en politici onafhankelijk van elkaar opereren en media politiek gekleurd zijn. In Spanje is dat veel sterker zo dan in Nederland. Die nuance voor zowel de inhoud als de context leven nieuwe, men zou kunnen zeggen, grensverleggende inzichten op. En in dit onderzoekveld houdt men zich bezig met belangrijke vragen die raken aan de wortels van de democratie, maar ook praktische implicaties hebben voor bijvoorbeeld de totstandkoming van politieke besluitvorming. En het aardige is dat ook nog eens iedereen er een mening over heeft, binnen of buiten het café. En dat alles maakt het doen van dit type onderzoek zo ontzettend interessant, relevant en als je wil grensverleggend.